Zijn dat twee vrachtwagens? Zijn jullie helemaal gek geworden? Wapen laten vallen! Zeg de volgende voet, twee personen, één gaan we klem zetten. Druk 0, 7, Yankee, Echo, Oscar, 3, 1, 4. Oké, spoedassistentie. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5, Ellis Pudival Amor. Vandaag ga ik met Wim op pad met Kamar. Oh, brandblussertje. Ja, Wim dus bij de Kamar. Nu kan het, EJP menu. Eerste aflevering met het EJP. Ja, ik weet niet zeker. Eerste of tweede. Jullie hebben natuurlijk al met de Audi A6 gezien. Met het EJP menu. Maar dus nu de eerste aflevering met Wim. Of de eerste na die... Oh, wauw, voor... We houden het op de tweede aflevering met EJP menu. Misschien de derde, ik weet niet of er nog iets tussenin is gekomen. Maar in ieder geval EJP menu, dus kan maar. En van alles en nog wat voor de mensen die het nog niet wisten. We hebben nu motor, we hebben nu dit onopvallend. We hebben nu gewoon lang, VP, kort, bla bla bla, kogelwerend, ME. Kan maar lang, kan maar kort, oud uniform, arrestatieteam. Die zal ik waarschijnlijk niet gebruiken, want ik vind hem zo mager. Weet je, je hebt ook dat andere arrestatieteam uniform. Ambu kun je nog. Ambu. En nog een arrestatieteam uniform. Ja, die vind ik ook niet mooi. Nou, weet je, je hebt ook nog eentje. En dat is... ja, die ga ik... Ja, ik zal hem even snel laten zien. Heb je de laatste nog gezien in de video's? Als het goed is, dat die hier of hier? Hier. Kijk, hier is hij veel meer breed en zo. Snap je? En dan kun je even nog een spijkerbroek. Nee, dat kan allemaal niet. Dat is wel jammer. Dat was natuurlijk wel vet geweest. Spijkerbroek of zo. Maar dat ging niet eventueel nog maken de maker. Maar ja, dat is ook veel vetter als je dat dan... ja, dan ziet hij er veel breder uit en zo. Maar goed. Tatoeage weg. Wij inzetbaar. Kamar. Gepanzerd voertuig. We zijn ook Kamar type 2. Ik weet echt niks van de Kamar. Dit is dat ik bij de clan een beetje dingen leer. Type 2 of zoiets. Zwaar bewapend. Dus met de SMG. De MP5 is dat in het in Nederland in het echt, denk ik. We zijn dus inzetbaar rondom Kamar gebied, het vliegveld, en we gaan gewoon overal heen waar het uitkomt. Ik moet zeggen, ik moet echt wel even wennen. Sorry als je trouwens het blazer op de achtergrond hoort. Het is namelijk 30 graden of zo. Dan maakt het 37.000 graden op mijn kamer, want dan zal het daar warm. Ja, ik denk niet dat jullie het echt horen. Maar in ieder geval, we gaan niet alleen maar op het vliegveld blijven. Een beetje rondom, een beetje chillen overal waar het uitkomt. Havengebied pakken, hier een beetje rijden. Hier heb ik ook niet heel vaak gereden. Berichtje, niks aan de hand. We kunnen nog wat kentekens controleren van deze Mercedes. Bliep. Nee, heeft hij niet gepakt. Dan pakken we van de Hummer voor mij. Melding, denk ik. Ja. Ik twijfelde, maar ik ben alleen. Dus ja, normaal alleen. Of ja, alleen doe je nooit vervoeren. Dat is gewoon een regel, zeg maar. Ik ga de volgende kenteken voor je aantrekken. 4, 2, Lima, Golf, 7, 9, 3. Oeh, die is... Ik wou wel naar rechts gaan om daar even het gebied... te controleren. Gaat hem dat lukken? Zeker lukt hem dat. Neem ik hem even mee naar de parkeerplaats. Volle gas. Hij ook volle gas. Nou, gaan we hier staan. Hoppa. En remmen. Oh, dat is echt dom. Dan krijg ik bekeuring voor. Hallo. Hello there. Hello there. Kiflam. Ik wil een rijbewijs zien. John. John, een rijbewijs. 1994. Ik denk het niet, John. Maar het zal wel. Die is verlopen. Daar mag je niet meer rijden. Heeft u iets illegaals in het voertuig? Kan ik een voertuig
doorzoeken. Oké, okay. Ik ben naar Kamar. We zitten in een vliegveldgebied. Ik vind nu even dat we... hoe heet het? Dat we in het Kamargebied met Kamar voertuigen mogen controleren zonder reden. Dat mag in het echt waarschijnlijk niet. Ik ga het wel doen. We gaan even hier een voertuigcontrole doen. Deurtje open. Oké, okay, deurtje dicht. Ik kan niemand er zoeken. Ah, was dat toch altijd? Nou, het zal allemaal wel. Goed. Maar in ieder geval even uitstappen. Dan ga ik even het voertuig doorzoeken. Eerst u. U wordt gefouilleerd op basis van... We zijn in een vliegveldgebied. Telefoon gevonden. Ik ga even je auto even staan blijven. Want ja... vier komen, Pipo. Hands up, cream pie, right now. Ja, handen omhoog hoeft nou ook weer niet. Blijf even staan, ja? Ik ga even je voertuig verder doorzoeken. Is hij nou weg? Oké. Okay. Kom eens hier. Ik krijg een heel bekeuring voor het rijden met een voorlopig rijbewijs. Je voertuig is blijkbaar al meegenomen. Door mijn collega's, ze zijn nog zo snel tegenwoordig. Voor de rest kon ik geen strafbaar feit vaststellen, dus je krijgt een keuring en mag je je weg vervolgen is het. Staat mijn microfoon wel aan? Oh, jazeker. Oh. Nou, fout, niet schelden, ik weet niet of het Wim was. Wim schot geloof ik. Oei, we moeten even Steam uitzetten. Be right back, hè. Anders ziet iedereen elkaar op Steam. Of ja, dan zien jullie iedereen op Steam. Nu niet meer. Fijn dag verder. Wij gaan door. Meldingje. Street racing. Not in my area. We gaan eens kijken. Oh, daar gaan we wel. Ah, dat ding dat scheurt ook zo, man. Rechts. Vrij. Vrij. Even sturen. En gassen. Sirenetjes erbij alsjeblieft voor de zekerheid. Zijn dat twee vrachtwagens? Zijn jullie helemaal gek geworden? Meldkamer. Twee vrachtwagens in race zijn aan het racen. Audi politie erbij bij nadere politiegebied. Over. Zee, ik pak de ene vrachtwagen, pak alsjeblieft de andere. Mijn collega gaat achter de andere aan in Popmore. Niet bij het tankstation. Niet bij het tankstation. Voordat hij... Uitstappen. En aangehouden. Hoppakee. Zo doen we dat. Hier komen. Taco truck, dat was ook close, hè? Je bent aangehouden voor racen op de openbare weg. Gevaarlijk rijgedrag. Rijbewijs is bij deze ingevoerd en met aangehouden, had ik al gezegd. Voeten worden in beslag genomen. Zal je baas niet blij mee zijn, want ik neem aan dat het niet van jouzelf is. Ik ga mijn sirene even uitzetten. Ik ga trouwens een dikke vette shout-out geven aan Team MOH natuurlijk voor dit voertuig. Ik word even gebeld, ik moet ze even opnemen, sorry. Zo, daar zijn we weer. Deze Pipo wordt opgehaald. Ja, als je als familie belt moet je altijd even opnemen natuurlijk. Als je deur nou ook dicht doet, asociaal joh. Dan gaan we meteen door naar de andere vrachtwagen die daar waarschijnlijk nog staat. Oh, dat scheelde niet veel. Laatst was ook zo'n gepantserde... Ah, oh, dat gaat met een controller. Ja, en dat... Ja, lekker man. Dat is zo heerlijk als je controller... Oh ja, nu denkt hij allemaal van... als je ook met die kabel iets verkeerd van je controller hebt... Op zich staat hij best goed geparkeerd. Maar als je... die kabel van je controller ook maar iets verkeerd hebt, dan dat denkt hij van hij is allemaal knoppen aan indrukken, dus ik ga al die knoppen even oh, daar is mijn deur weg. Ik ga al die knoppen gebruiken, dus net zag je weer dat ik uitstapte en gas gaf en de trainer allemaal opende. In ieder geval twee verdachten aangehouden, waarvan één vrachtwagen in midden op straat staat. Doen we even takeltje voor vragen, dankjewel meldkamer. En dan gaan wij door.
Maar laatst was er zo'n Kamau-voertuig gecrashed. Zo'n gepanzerde, en dat was niet deze kleur, maar dan heb je nog... Zo een was dat. Zo'n kleur, die is ook wel vet, die is ook wel vet. Zullen we deze pakken? Ja, die is ook wel vet. Hij bestaat wel niet meer, want hij is gecrashed natuurlijk. Ik weet niet of ze er nog één of twee, ze hebben er vast wel meerdere. Nou, meld kan maar eens kijken, hier wordt meteen overval gepleegd, alsof het toeval is. Dat was niet gepland, maar we zijn er toch. Marsje C, kom naar buiten met je handen omhoog. Hallo. Waarom ben ik al mijn dingen kwijt? Huh? Ik had toch allemaal... Oké. Hallo. Wapen laten vallen. Wapen laten vallen. Opstaan, handen omhoog. Oeh, hij had zijn handen omhoog. Ik wou aan het schieten. Liggen. Ik ben wel geraakt geloof ik. Oeh, dat is soepeltjes. Ik ben aangehouden. Is die man nog... Oh nee, hij zit daar. Niet onverplicht, hem recht, hem advocaat. Ik ga het transport laten komen. Ik had toch allemaal zo'n scope en... Ben ik die dan kwijt of zo? Tijdens een tint, flashlight, scopeje. Hoppakee. Anders kun je kunnen scopen. Snap je toch? Nee, alles goed. Hij is al weg. Oh ja, die bier. Ben ik geraakt? Ja, in mijn elleboogplooi. Bericht voor alle wagen. Ah, bericht voor alle wagen. Oh, en daar ook. Nou, we gaan meteen maar daar eens kijken. Het is gewoon allemaal een beetje van alles door elkaar. Gewoon lekker even meldingjes pakken met deze zieke Mercedes G-klasse gemaakte team MH. Shout-out dus naar hun. En ja, zo ging die crash dus ook in Amsterdam. Nee, ik weet niet hoe die crash ging. Het zag er niet al heftig uit. In ieder geval lag een blauw pitje op straat. Dat geeft toch gewoon een teken. Tot de Mercedes deze dus met spoed reed. Betekent niet tot de auto die waarmee het ongeluk gebeurd was het schuld was. In dit geval was er een Audi, een gewone burger. Die had een ongeluk gehad met dus een Mercedes G-klasse. En ik vind het altijd raar om te zien dat mensen dan meteen die Audi de schuld geven. Zo van, ja hij reed met spoed, dus het is de schuld van de Audi. Ja, dan zeg ik ook van, ja jongens, ik ga niet daarop reageren. Ik ben niet zo iemand die daar dan op reageert op Facebook en zo. Maar dan zeg ik wel van, ja jongens, weet je, jullie kunnen wel allemaal, of dan denk ik dan, kunnen we allemaal die Audi de schuld geven. Maar waarom reed deze Mercedes niet veel te hard? Of waarom was het niet de schuld van de bus die daarna, ik zeg maar iets. Weet je, we moeten niet oordelen als we er niet bij zijn geweest. Einde bericht. Stop hier. Ik ga even een controletje doen van het voertuig. Hij stapt uit als je het maar laat. Uitstappen, ik weet niet wat je wilt doen, maar je stapt. Handen omhoog. Oké. Weet je, hij stapt uit. Ik ben weer mijn attachments kwijt. Ook bij deze had ik een flashlight. Weet je maat, je hebt de verkeerde voor je. Want ja, je stapt uit. Het is echt geen reden om een wapen op hem te richten, maar ik vertrouwde hem gewoon niet. Heb je wapens bij? Een collega vraagt om een assistentie. Even hier. Ik heb net je handboeien omgedaan of niet? 12:05, ik ben onderweg. Dat is verhoord. Ga je busje fouilleren? Doorzoeken, sorry. Ik kan hier fouilleren. Ik kan hier een auto fouilleren. Er zijn wel wat rare dingen achter of bij het een bestuurders ding. Achterin bekijken. Ja, collega, vuurwapen. Hou maar aan, verboden wapenbezit. Hebben we toch niet iets om ervoor aan te houden. Want ja, wegrijden is niet echt verboden natuurlijk. Zet hem hier neer, mag je hem hier ophalen. De rest van de bus was clear, dus ik vind het goed zo. We gaan weer een beetje richting vliegveld. Dat betekent dat we... Even ze afsnijden en dan hier op en dan hier remmen, want deze mevrouw wil oversteken. Oh, we hebben de melding afgerond. Moeten we via X. Oh. Achtervolgend te voet van een collega. Wij gaan even helpen. Zet ook in de buurt. Wie, wat en waar? Hallo? Oké. Okay.
lost het zelf wel op. We komen daaronder. Hallo? Ah daar. Even tegen het verkeer in gaan rijden. Zet de volgende voet, twee personen, één gaan we klem zetten. Graag de andere tegenhouden. Staan blijven. Luister maat, je bent aangehouden, je gaat meewerken of je wilt getaste. Heb je dat begrepen? Kusut. Liggen. Heel goed. Anders gaan jullie even achter die andere aan. Kan hem niet aanhouden. Oké. Press E, dat doe ik. Oké, dan niet. End. Control End. End call out. Control I. Nee. Even kijken bij die andere. Ik moet even echt even cleanen. Oh, jij bent dronken geloof ik, hè? Oké, dan raar. Attention unit 6, Paul 20. We have a civilian requiring assistance. A disturbance. Yes. You slime ball. En we gaan door. Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 0, 7, Yankee, Echo, Oscar, 3, 1, 4. Proceed with caution. Ga je dan iets verder door en stop niet per direct met remmen die nog... Ja, laat maar zitten. Ja, CO-vervolging voertuig die langs de kant staat. Niet verzekerd, reed door rood. Een lichtbruine... Nou, dat was een pit. Dat is ook goed hoor, maar... Een lichtbruine POT richting vliegveld over. Ik ga het volgende kenteken voor u nadrukken. 0, 7, Yankee, Echo, Oscar. Stoppen, stoppen, handen omhoog, handen omhoog, goed zo man, liggen. Ja, daar zou ik ook voor bang worden. Zo, je bent aangehouden, negeer een stopteken. Niet de hand verplicht, recht om advocaat, ga naar het bureau. Eén collega vraagt om uw assistentie. Einde doei. We sluiten de dienst af met een melding. Personen zou zwaar bewapend zijn. Dat is verhoord. Zou hier rondlopen op of rondom vliegveld. We gaan een kijkje nemen. Eventueel al uitschakelen. Waarschijnlijk eerst te plaatsen. We gaan hier rustig benaderen. Loop waarschijnlijk hier rechts oh, daar stond een pilaar. Hier rechts rond. Attention, this is dispatch. Handhaving. 1099. All available units respond. Perpetrators are armed with an RPG, carrying a machine gun. RPG, is dat? Oh god. Nee, is dat nou een wapen of niet? Ik zie het echt niet. Nee. Ik zie wel daaronder iemand lopen, geloof ik. Hier liep toch iemand, hè? Ben ik nou gek aan het worden?
Waarschijnlijk wel. Meldkamer, we treffen niemand echt aan in het gebied wat u ons heeft opgegeven. Meldkamer, ik neem mijn woorden terug. Ik heb hier een vuurwapen gevonden op de grond. Wij gaan het gebied veiligstellen en kijken hoe en wat. Ik ga die meneer toch even aanspreken die daar loopt. Hoi. Ik snap dat je werkt. Hoe wel even je handen zien. Voor mijn veiligheid. Heb je iets gezien? Graag een statement. Ik weet niet of dit goed gaat hoor. Goed. Oké. Dankjewel, fijn dag verder. Melding is loos. Nou, we gaan er maar eens kijken. Nou, dan gaan we naar die. Er is hier een vuurwapen aangetroffen. Is veiliggesteld door mij, fictief dan wel. Wordt meteen geschoten door een gang. Hier op het hier verderop. We gaan er snel heen, want ja, we weten niet hoe ze op het vliegveld zijn gekomen. Oké, spoedassistentie. En ik weet niet wat de politie doet, maar het AT is in ieder geval ook ter plaatse. Daar ontplofte iets. Hebben we nog een vliegtuigcrash zo meteen. Hoi. Sup. Wij zijn cool met z'n allen. Foto. Oké, mensen, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Ik heb jullie een leuke video vonden. Ik zie jullie graag over 2 dagen bij een nieuwe video zoals altijd. En shout out naar hem en team MH natuurlijk voor deze auto. En Daan, mijn mattie, voor deze uniformen. Niet te downloaden helaas. Ja, dat was hem eigenlijk. Doei.